Nou, dat is ook toevallig. Kelly die zit een paar honderd meter verderop bij Robert Knops. Maar ik ga me vandaag verdiepen in de wereld van de kunst. Het lijkt misschien een hele kleine zaak, maar het is 600 vierkante meter. Een hele hoop objecten en twee gepassioneerde mensen. Ja, daar ben je. Hey, en hier is het mee begonnen, hè? Met dat inlijsten. Ja, dat klopt. 35 jaar geleden in Maastricht op de markt is mijn vader een handwerkzaak en inlijsterij begonnen. En ik heb hem daar vaker geholpen met lijstjes maken en dingen in elkaar zetten. En is de passie een beetje mee begonnen. En toen ben je dus een zaak begonnen? Ja. Toen zijn we in feite een grote zaak begonnen met een heleboel kunstzinnige artikelen erbij. Leuke beeldjes en kleurrijke objecten. En ja... Zo zijn we tot hier gekomen dus. Ik doe hier van alles. T-shirts inlijsten, leuke doeken inlijsten zetten en passepartout snijden. Dus ja, het is allemaal handwerk. Ja, maar ja. Je doet het niet alleen hè? Nee, is mevrouw Esther die doet ook mee en die doet met mij samen de zaak, de inkoop en de verkoop. En samen zoeken we leuke dingen uit en ja, zorgen dat het tot een mooi geheel komt. Jullie bezaken samen, hè? En wanneer is bij jou die passie voor kunst ontstaan? Nou, die is eigenlijk begonnen toen ik Arlt heb leren kennen. Hij was altijd al met kunst bezig en ja, heeft me daarmee aangestoken. Ja, en wat was dan het allereerste kunstwerk wat jij voor je neus kreeg? Nou, een object wat thuis stond. Een heel mooi schilderij. En daar genieten we nu nog steeds van. Oh ja? En langzaam heb je de collectie een beetje uitgebreid. Dat klopt, ja. Ja. En wat is nou, waar kijk jij naar als je kunst gaat verzamelen of als je het uitzoekt? Dat ik er blij van word. En dat het iets is waar ik graag naar kijk. Ja. En wat zijn nou objecten of kunstenaars waarin je zegt, dat is het, daar word ik blij van? Nou, ik word helemaal blij van het Borowski glaswerk. Wat wij hier in onze zaak aanwezig hebben. En dat is ook iets wat ik thuis in huis heb staan. Hoe bepaal je nou precies wat je neerzet, hè? Wat er te zien is hier? Ja, nou, dat is een keuze die we zelf maken. We gaan regelmatig internationale beurzen langs en dan maken we een keuze uit diverse aanboden wat we krijgen en aanbieders. Maar er zijn ook kunstenaars wat zich hier zelf melden en dan maken we een selectie uit of het in onze zaak past. En we proberen zo'n breed mogelijk publiek proberen we diverse soorten lijnen te hebben. En waar let je dan op als je die afleveringen maakt? Nou, je moet er blij van worden. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Vrolijke, kleurrijke objecten waar een mens blij van wordt. Dus dat vinden we leuk. Ja. Ah, dit snap ik wel hoor, dat dit jouw favoriete kunstenaar is. Dit is Borowski, hè? Ja. En hij komt uit, of ze komen uit Polen en daar ben je net geweest, als ik het goed begrijp. Ja, het is een familie en ze hebben de glasblazerij in Polen. En we zijn daar een kijkje mogen nemen. En het was zeer interessant, moet ik zeggen. Ja? Ik heb er veel van geleerd. En hebben zij ook hele exclusieve objecten? Ze hebben een hele aparte lijn. Dat is de Artist Edition. Dat zijn enkel stukken waar jaarlijks één van gemaakt wordt. En die hebben we ook bij ons in de zaak aanwezig. Kijk, dit vind ik nou leuk. Het is heel vrolijk. En voor een paar tientjes, dat is toch ook wel heel erg toegankelijk. Ja, dat klopt. Dat zijn kunstzinnige beeldjes van Jacqueline Schaefer. Ze zijn gemaakt uit kunstharst en met de hand beschilderd. Ze zijn gelimiteerd, een oplage van 2,50 en sommige zelfs lager. Zo. Dus het is een leuk product voor iedereen. En van wie is dit? Dit is van Geertruid Hartog. En zij maken voluptueuze dames. En die hebben we in Sitting Ladies en Flying Ladies hebben we die. Ook in diverse kleuren en tinten. En dit is bijvoorbeeld ook leuk als relatiegeschenk, toch? Ja, dat klopt. Er zijn ook regelmatig mensen wat dit als relatiegeschenk of cadeau doen. Als mensen met pensioen gaan.
En het is een blijvend iets, dus... Wanddecoraties hebben jullie allemaal? Nou, we hebben diverse soorten wanddecoraties. Die zijn allemaal te koop, maar we hebben ook kunstuitleen. En het mooie daarvan is dus eigenlijk dat men een kunstobject thuis kan ophangen voor een klein bedrag. En men doet er ook nog een gedeelte van sparen. Ja, ja, dus dan kan het zo zijn dat ik na verloop van tijd, ik heb een bepaalde tijd tegen een schilderij aangekeken, ik denk dat is hem, dat ik dan genoeg gespaard heb om hem daadwerkelijk aan te schaffen. Ja, dat kan. Maar het mooie van de kunstuitleen is ook, men kan wisselen. Dus zeg je bijvoorbeeld van, goh, ik heb een half jaar tegen een object aangekeken en ik vind het nou niet meer leuk. Nou, dan kom je iets anders uitzoeken. Het is ook wel hartstikke kleurrijk allemaal. Zo lampen, klokken, heel divers. Welke kunstenaar is dat? Verily Design. Oh ja, maar dat is wel heel anders dan de sfeer die ik hier zie. Ja, dat is meer de romantieke sfeer. Het zijn ook beelden gemaakt van kunstharst. En die geven meer een romantische uitstraling. Ja, als je zo kijkt, hè, je hebt 600 vierkante meter. Je hebt honderden objecten, schilderijen, beelden van alles. Hoe doe je dat? Waar begin je? Ja, dat was de uitdaging van Esther en mij om al deze artikelen te combineren in één zaak. En... elk artikel een andere uitstraling en het moet toch samengebracht worden. En dan hebben we wandconsolen laten ontwerpen en zuilen. En we hebben displays gemaakt, zodat we elk hoekje een ander soort sfeer kunnen creëren. Zodat het kunstobject tot zijn uiting komt. Ik heb vandaag echt al een hele hoop kunstenaars voorbij horen komen. Maar heb je niet nog een paar bekende namen die ik nog niet gehoord heb? Nou, bekende namen zijn Klimt bijvoorbeeld. Of Mucha. Brito, dat is een Amerikaanse kunstenaar. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Rosina Wachmeister. Ik zie het. Wordt door Gilbert Porselein gefabriceerd. Ja. En dat is een Duits merk, toch? Dat is een Duits merk. Is dat niet dezelfde fabrikant als van... Kom, hoe heet het nou toch ook wel? Ja, die Hummeltjes. Ja, die. Ja. Ja, hè? Ja, klopt. Wat een waanzinnige ruimte. En wat ontzettend veel mooie objecten. Weet je wat nou het leuke is? Als je gewoon thuis achter je computertje alles nog eens even wil nakijken, dan kan dat of bestellen wat je wil. Maar dat is voor later. Ik ga naar Maastricht.